Lennart, een nieuw persoonlijk record, een vierde plek en een ticket naar de World Cups. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, echt heel blij mee. Ja, ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik had natuurlijk mijn focus eigenlijk op zondag. En om dan nu gewoon een ticket te rijden. Ik heb er ook heel vaak om naast gezeten. En dan nu gelijk er helemaal bij te zitten. Ja, dat is echt heel blij mee. Want hoe kom je zo goed? Want eigenlijk in de trainingswedstrijden zag je nog niet terugkomen dat je hier misschien wel tussen zou rijden. Wat is er gebeurd de afgelopen weken? Ik rij de laatste weken eigenlijk wel lekker. Op de 500 komt het er dan af en toe niet uit. Mijn laatste 500 meter was een 36-0 in Insel. Ik wist ook gewoon als het wel goed ging, dan kon ik wel heel hard rijden. En vandaag lukt het wel. En om er dan ook gelijk bij te zitten, dat is helemaal leuk. Ja, je moest nog heel even afwachten, maar het was eigenlijk ook al best wel snel duidelijk. Ja, ik zat eigenlijk helemaal niet op te letten. En toen zei mijn coach, je zit erbij. En toen was de ontlading heel groot. En toen maakte het me ook niet uit wie er allemaal nog meer onder gaat. Ik was gewoon blij dat ik erbij zat. Even feesten op het middenterrein. Ja, inderdaad, even feesten, ja. Ja, je rijdt ook een mooi persoonlijk record, 35-04. Die 34 komt ook wel steeds dichterbij. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor jou? Nou ja, het is wel natuurlijk een grote mijlpaal. Ik wil hem heel graag hebben. Ik zit er nu dichtbij. En ik hoop dat ik de komende tijd daarin beter kan worden. Je zei het net zelf al even, je ging eigenlijk niet voor de 500 meter, maar voor de 1000 van zondag. Als je zo goed bent op de 500 meter, wat kunnen we dan eigenlijk zondag van je verwachten? Ja, ik hoop veel. Het geeft in ieder geval veel vertrouwen. En ik heb er nu in ieder geval heel veel zin in. Ik kan niet wachten om zondag weer te gaan schaatsen.